zonder Ziyech zou Ajax een heel erg in de breedte spelende ploeg zijn. Er komt een nieuwe trainer. Ga je het gesprek aan of niet met de advocaat? Ja, hij heeft eigenlijk op dag 1 gezegd dat hij hier niet was om met iedereen te gaan zitten praten. Maar dat, dat hij kwam om punten te halen. Je hebt eigen doelpunten. Die Matthij, ja. Die kopt hem zo kiezeltje hard binnen. Heb jij nou het gevoel gehad dat jij tegen de aanstaande kampioen hebt gespeeld? Nou ja, na gisteren natuurlijk niet. Ja, maar dat was niet de mooiste eigen goal van het weekend. Dat was bij United. Nee, dan heb je niet het gevoel van dit is de nummer 1 of de kampioen. Maar ja, in de rest van de wedstrijden staan nog steeds 7 punten voor volgens mij. Dus. Ja. Brengt Erik ten Hag dit verhaal anders, dan kan je boos worden op Younes. Maar gezien de uitleg van Erik ten Hag, denk ik, ja, waar heb je het nou over? Remco Pasveer weigerde vandaag om voor de camera's te staan. Dat ben je dan klein? Ja? Ja. Ja, ervaren geef net Rosheuvel de complimenten, omdat je dan een kerel bent. En ja. Omdat hij was nooit te beroerd om toen de media op te zoeken, toen Jeroen Zoet niet helemaal lekker in zijn vel was bij PSV. Dan ging hij in het programmaboekje roepen dat hij eerste keeper had moeten worden. Ja, en was dan Jeroen Zoet ook niet zo blij mee, hè? Nee, maar en dan nu ga je zo, dat vind ik erg klein. Dat is ook een werkwijze. Dus zo heeft hij het gedaan. En dan moet je gewoon wachten op je kans.